Kijk even op omroepbrabant.nl/inzamelpunt. Ook in de omgeving van Breda hebben we zo'n 10 inzamelpunten. Die zijn nog de hele week open. Lever je spullen in. Breda nu. Je weet het meteen. Winkelcentrum Stada was het toneel voor een grote inzamelingsactie door Omroep Brabant voor de Voedselbank. Mensen konden hun boodschapje doen en deze direct doneren. We zamelen boodschappen in, houdbare producten voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Dat doen we vandaag hier in Breda. En uiteindelijk worden al die producten verzameld en die worden dan verdeeld over alle mensen die bij de voedselbank zitten. Dat zijn er zo'n 9000 ieder jaar weer die gevoed worden door de voedselbank. 5 jaar geleden hebben alle hoofdredacteuren van regionale omroepen in Brabant bij elkaar gezeten en gezegd: wij willen een actie opstarten die iets doet voor de mensen die naar ons kijken, die lezen, die luisteren, etc. En daar is deze actie uit voortgekomen. Wij hebben vanaf het eerste jaar meegedaan en wij zijn een van de 4 regionale omroepen die nog steeds deze actie doen. Kunt u vertellen waarom u net heeft gedoneerd aan de voedselbank? Ja, er zijn veel arme mensen, hè, in de wereld. Hè. God zegt, je moet helpen en dan krijg je alles terug van God ook als je nodig hebt. Hè. En dat is het. Hè. Wat vindt u ervan dat er zo'n mooie actie wordt gehouden door Omroep Brabant? Goed. Want ik ben zelf ook een arme mens ook. Maar ja, je moet mensen helpen. Kijk, God zegt in zijn woord, als je vijand honger hebt, geef hem wat te eten. En als hij dorst heeft, geef hem wat te drinken. En dan gaat God jou belonen. Wat heeft u net ingeleverd hier, meneer? Een pakje koffie en, noem maar dat spul, echte soep. En waarom vindt u het zo belangrijk dat mensen en u zelf doneren aan de voedselbank? Dat ze eigenlijk allemaal tekort komen, terwijl er eigenlijk vrede, moet ik zeggen, zat is. Dus er is zat genoeg, maar ja goed, het is te duur. Of in ieder geval, hier hebben ze een overvloed, dus dan doen we dat maar een beetje. Maar ik geef wel meer keer wat weg hoor, niet alleen met kerstmis, dat is onzin natuurlijk. Ik geef het ook wel weg, maakt niet uit. Hoe is het om vandaag radio te maken en tegelijk producten in te zamelen voor de voedselbank? Dat voelt echt dat je iets goeds doet voor iemand anders terug. Want het is december en dan heb ik het gelukkig heel erg goed als ik in de supermarkt ben en denk: oh, ik wil dit of dat nog kopen, ik wil een lekker maal hebben. Dat kan gewoon allemaal, ik hoef daar zelf niet over na te denken. Maar dat je weet dat er mensen zijn die met echt heel weinig leefgeld toe moeten en dat je dan met iets concreets iets terug kan doen. Ik heb een heel ander uitzicht dan normaal in de studio. Ja, dit is, voelt echt super fijn dat je concreet iets voor heel dicht bij huis mensen iets kan betekenen. Vandaag zijn jullie in Breda. Waar trekken jullie nog meer in deze week? We zijn morgen nog in Bergen op Zoom. We zijn in Eindhoven op donderdag. En aanstaande vrijdag dan zijn we in Os. En dan maken we ook bekend hoeveel producten we hebben opgehaald. Vorig jaar hebben we 186.000 producten opgehaald. Dus ja, we hopen dat we daar dit jaar overheen komen natuurlijk. Kom vooral doneren, net wat je kwijt kunt. We hebben een hele reeks met inzamelpunten. Die vind je op omroepbrabant.nl/inzamelpunt. Er zit vast iets in de buurt bij. Al is het 1 pakje thee, al komt het uit je eigen voorraadkast. Of misschien wil je wel met veel geld gaan shoppen. We zijn met alles super blij. Dank namens die 9000 Brabanders die daarvoor afhankelijk zijn. Dankjewel. Ja, dankjewel. Breda nu. Je weet het meteen.